Vlug. In de jeugd dus, hoe kan ik het zeggen? Je hebt ook met zoveel te maken. En ik denk dat normen en waarden zijn, zeg maar, vanuit huis uit de sleutel, snap je? Daar kom ik nu, zeg maar, wel heel erg achter. Ik denk dat een basis voor, zeg maar, elke jeugdige talent of normaal persoon is de normen en waarden vanuit huis uit, thuisbasis, is echt super belangrijk. En neem onze alleenstaande mama's die eigenlijk alles voor hun kindjes doen, neem ze niet kwalijk. Maar dat is gewoon niet wat, zeg maar, een normale goede basis creëert rondom, zeg maar, iemand die bezig is met... Je hebt gelijk. Want je bent eigenlijk al bezig met carrière bouwen. Of je bent eigenlijk al bezig met vooruitgang voor jezelf. Zonder dat je het eigenlijk zelf doorhebt. Want daar ben je nog bezig met je hobby. Met je hobby. Mm-hmm. Je doet het omdat je het leuk vindt. Voetbal is je hobby. En je houdt je bezig met sport. Maar uiteindelijk zie je al heel gauw dat het gaat veranderen. Nou ja, in mijn optiek denk ik dat het bij mij rond mijn 14e, 15e wel duidelijk ging worden van oké, die jongen heeft potentie om zeker wat te kunnen gaan schoppen met voetballen, snap je? En dat gaat op een gegeven moment bij jezelf ook proeten, dat ga je weten. Hoe ga je daar dan mee om? Nou ja, op dat moment denk je dat je dus niet naar school hoeft om het feit dat je al weet dat je eventueel ingang hebt met voetbal, mm-hmm. Snap je? Nou ja, dat zijn dingen, je moet het maar weten. Het moet je aangeleerd worden vanuit huis uit, dat soort dingen gewoon niet goed zijn. Nou ja, mijn moeder was standaard wel bezig met dat soort dingen. Maar ze moest het wel gewoon alleen doen. Je weet toch, ik had dan wel een stiefvader. Maar ja, mijn stiefvader was ook in zijn systeem. Je weet toch, was ook jong, deed ook gewoon zijn ding. Begrijp je? Dat is gewoon wat je ziet. Dus wat je ziet, dat is wat je krijgt. Snap je? En dat neem je dan mee in je proces. Nou, je wordt profvoetballer, gaat snel. Dus je moet je bezighouden met dat. Ja. Je moet je bezighouden met het persoon wat zich moet gaan ontwikkelen. Maar bij mij moet je het zo zien. Dus dat voetballen ging heel snel, maar dat ontwikkelen ging langzaam. Maar miste je dan geen begeleiding vanuit Feyenoord uit? Ja, ik denk dat het in die tijd nog wel een beetje veel gevraagd was. En ik kan me die periode nog goed herinneren, omdat je was sowieso een verfrissende jongen. Je was nieuw, et cetera. Ja. Maar ik kan me ook nog een paar situaties herinneren wat elke jonge verdediger heeft dat misging. Ja. Ik kan me nog de wedstrijd tegen PSV herinneren, dat volgens mij Farfan liep op je af. Hij maakte een zwalbe. Ja, zwalbe, ja. Ja. En hij ging neer, en hij penalty. Juist. Ja. Ik zou sowieso huilen. In ieder geval thuis. Ik zou denken van, Sam, hoe ga ik mijn gezicht laten zien de volgende dag in de kleedkamer? Ja. Want ik ben de jongste. En ook in de buurt. Ja. En daarnaast kan ik me nog één situatie herinneren. Misschien heb ik het fout hoor. Het was volgens mij tegen Rosenborg. Je zette een dribbel in. Je verloor de bal. Er kwam een voorzet uit en een goal. Ja. Misschien een ander team. Nee, maar je hebt gelijk, man. Ik kan me dat herinneren. Ja, ja, ja. Was volgens mij ook een andere. Maar hoe ging je om met die situaties, man? Als jonge jongen bij Ajax. Ja, dat was echt dan die Champions League voorronde. Dat was misschien wel een van de zwaarste periodes dan. Ja, periodes. Een van de zwaarste momenten uit mijn carrière toen. Dus voor de club stond gewoon zoveel op het spel. We moesten echt Champions League halen. Ik geloof dat het 1-1 stond. Ik verloor de bal en we verloren die wedstrijd en we lagen eruit. En ik heb het toen echt heel zwaar gehad. Ja, dat was echt een hele zware periode. Ook omdat het natuurlijk in de krant stond. Mensen op tv spraken erover. En je had gewoon het gevoel dat je je ploeg in de steek liet. Dus dat was voor mij wel echt een hele zware... Het was gewoon een heel zwaar moment voor mij. Waren de jongens die je wel, die support gaven van Urbi? Geen stress, maak je niet druk. En niet alleen de woorden, want ik ken die woorden van, het is goed. Maar eindstand met andere mannen, hoor je ze praten van, die man kan niks. Nee, dat gebeurt. Je weet dat gebeurt. Ja, dat gebeurt. Snap je? Ja. Nee, natuurlijk heb ik wel steun gevoeld. Ik moet zeggen, in het begin, zelfs ook van de trainer was Henk ten Katen, geloof ik. Mm-hmm. Die had me echt gewoon helemaal afgemaakt. Omdat ik die fout maakte. Dus dat was wel zwaar. Maar de dag daarna kwam hij wel weer naar me toe. En gaf hij me ook weer een rugsteuntje. Dus dat hielp me wel weer. En zodoende ben ik gewoon weer verder gegaan, man. Ja, je moet ik bedoel, door, dat is wel iets wat ik zeker in die periode voor mezelf ook gewoon heb meegekregen. Je moet vooral, zeker als jonge speler, het vertrouwen in jezelf, dat mag je nooit verliezen. Op het moment dat gebeurt, dan is het eigenlijk klaar. Maar dat is toch... Ja, hoe moet ik het zeggen? Op sommige momenten is het onmogelijk om het vertrouwen in jezelf te behouden. Ja, omdat... Kijk bijvoorbeeld naar die wedstrijd dan tegen PSV. Hè? Ja.
je wordt gewoon genaaid eigenlijk. Ja. Maar ja, is voetbal, hè. Ik heb die dingen ook gedaan. Ik heb mensen ook genaaid. Dus alle respect naar Farfan. Ja. Maar jij komt dan thuis. Je zit op de bank. Je denkt van, hey, ik heb er alles aan gedaan. En toch word ik genaaid. Verlies ik die wedstrijd. En ben ik zeg maar het pispaaltje, man. Ja. Het lijkt mij zo moeilijk, hè, als er zoveel druk op je zit, vooral bij een club als Ajax, om daarna gewoon te zeggen van, hé, weet je wat, ik ben Urbi Emanuelsson, ik ben 18 jaar, ik speel in het eerste, ik heb schijt aan alles, we gaan gewoon verder, man. Ja. En ik weet, er zijn nu mental coaches, et cetera, maar hoeveel dat nou echt helpt, weet ik niet. Ja. Ik heb het zelf nooit gehad. Maar het lijkt mij af en toe, ja, bijna een te zware job om als jonge jongen zoveel druk op je schouders te hebben. Ja, zeker. Het is ook gewoon een hele zware job. En ja. Je moet mentaal gewoon super sterk zijn om die fouten te overwinnen. Mm-hmm. En dat is wat ik zeg, het geloof in jezelf, dat mag je never nooit verliezen. Ondanks je gewoon heel veel kritiek kan krijgen, ook in het voetbal. Het enige wat mij ook soms boven water hielp, zeg maar, is dat je gewoon weet dat niet iedereen van je houdt. Je hebt altijd mensen die tegen je zijn of die je niet goed vinden. Maar ja, die zullen er altijd blijven. Het is meer, het is meer om gewoon de mensen om je heen, voor hun doe je het ook een beetje. Om die gewoon te laten zien van oké, ik ben er. Dit is me nu overkomen en we gaan proberen dit zo snel mogelijk weer de goede kant op te draaien. En als jongen is dat gewoon heel moeilijk. En voor mij was dat ook heel moeilijk. Want vroeger sprak ik helemaal niet. Nee? mijn moeder had daar soms ook gewoon heel veel moeite mee. Ja. Omdat zij, zeg maar, niet kon... Tuurlijk, ze merkte wel aan me dat ik, als ik ergens mee zat... En dan vraagt ze me, wat is er aan de hand? Ja, dan zeg ik, nou, er is niks. Ik ben goed. En dan ga je naar die kamer. En ja, dan, ja. En dat is wel iets wat ik heb moeten leren. Dat ik de problemen die ik heb of had, dat ik zeg maar die niet bij mezelf hield. Ja, dat je dus, niet opkropt, maar juist, je moet het loslaten. Moet uiten, dat op het moment dat je iets zegt en het is eruit, dan voel je ook veel beter. Maar dat heb ik ook pas... jaren later geleerd. We en in zijn het ook niet opgevoed met je moet over je problemen vragen. Ja, in het begin was echt alles gewoon... En ik was ook een persoon van, ik moet het zelf oplossen. En tuurlijk, dat heeft me ook wel ver gebracht. Maar dat heeft me ook een hoop... problemen wil ik niet zeggen, maar gewoon... Het had makkelijker kunnen gaan. Ja, het had makkelijker kunnen gaan. Ja. Dus ik had me fysiek ontwikkeld. Ik was nog steeds niet top. Maar ik weet wel, ik kan me nog herinneren, ik had toen mijn allereerste wedstrijd. Nee, ik had mijn laatste wedstrijd gespeeld voor RKC. Mm-hmm. Toen werd ik geselecteerd. Als speler van RKC werd ik geselecteerd voor het Nederlands elftal. Klopt, man. Dat was klopt. Op de vrijdag. Ja. Op de zondag speelde ik nog met RKC. Mijn laatste wedstrijd. Toen nog niet wetende dat het mijn laatste wedstrijd was. Mm-hmm. En daarna werd ik gecontracteerd door HSV. Dat was op de maandag. Dat was op deadline day. Dus in de middag hadden we een deal. Dus de clubs en ik met de club. Met HSV zijn we in de middag gereden naar Düsseldorf, snel vliegen naar Hamburg. Want 's avonds 12 uur gaat de transfermarkt doen. Ja. Medische keuring, met de club praten voor de website, met de president aan tafel zitten, et cetera. Contract getekend en de volgende ochtend vroeg teruggevlogen. En toen speelde ik dus, want ik moest me melden bij het Nederlands elftal. Ja, dat is ook weer... Nistelrooy, Davids, Seedorf, Cocu, Van der Sar. Alleen maar toppers, hè? Robben, Snijder, Van der Vaart. Wie had je daar toen nog meer? Alleen maar toppers. Yeah. Alleen maar toppers. Dus ik wist nog heel goed. Ik ochtends vroeg vloog ik terug. Toen dacht ik bij mezelf. Zat ik in de taxi naar Noordwijk. Toen dacht ik bij mezelf. Vriend, maakt niet uit wat er gaat gebeuren. Maar jij gaat in ieder geval laten zien dat jij niet als toerist bent gekomen. Ja. Weet je, je hebt vaak dat... Spelers voor één keer worden geselecteerd en dan verliezen ze het momentum in hun carrière, dat, weet je? Heel vaak gebeurt dat, ja. Weet je, en dan zwakken ze toch een beetje af, ook hun prestatie. En ik van mezelf, Davids, Seedorf, Van Nistelrooy, Cocu. Met alle respect heb ik voor hen. Weet je, het is echt world class. Zeker. Tuurlijk, waardeer ik en respecteer ik, maar op het veld moet ik voor mijn eigen hachje vechten. Klopt. En die mindset nam ik dus mee naar het Nederlands elftal. En we hadden toen 2 wedstrijden. 1 tegen Liechtenstein en daarna de kwalificatie voor het WK
tegen Tsjechië. Dus ik maakte mijn debuut tegen Liechtenstein, daar speelde ik al een hele wedstrijd. En tegen Tsjechië viel ik in. Dus ik had een beetje, ik had wat minuten op topniveau in mijn benen. Ja. En toen ging ik terug naar HSV en toen speelde ik dus mijn eerste wedstrijd. Weliswaar heel grappig, speelde ik voor de verdediging. Serieus? Als 6? Als nummer 6. Oké. Okay. Toen werd ik als mandekker geplaatst op Alexander Gleb. Ik weet niet of je die nog kent. Ja, sowieso. Wit-Rusland, toch? Wit-Rusland, Barcelona. Ja. En ik moest hem dekken. En ik weet nog heel goed, hij was continu aan het kappen en draaien, versnellen, kappen en draaien, versnellen. Ik zat er wel goed bij. En ik zat ook goed in de wedstrijd. Alleen ik had geen pinnen. Hmm. En het was wel droog veld, maar toch gleed je op een of andere manier. Hij was de hele dag aan het kappen en draaien. Tweede helft speelde ik op pinnen. Ja, toen ging het veel beter. Maar op een of andere manier speelde ik die wedstrijd heel makkelijk uit. Dat is apart, hè? Ja. Ja. Het is toch die ervaring dan die je misschien meeneemt van het Nederlands elftal. Het gevoel wat je krijgt van, hey, het gaat lekker nu, dus ja. We gaan gewoon iedereen afmaken. Maakt niet uit waar ik speel. Nou, weet je wat ook is? En ik zeg wel, ik doe wel alsof ik toen gelijk conditioneel in één keer 1000% beter was. Was niet zo. Maar ik kom natuurlijk van het Nederlands elftal. Dan neem je een bepaald zelfbewustzijn mee. Ja. Hè, want je hebt bij het Nederlands elftal laten zien van, ik kan dat niveau aan. Ik heb dat goed achtergelaten. Dus je gaat met enorm veel zelfvertrouwen naar je nieuwe club toe. En je komt daar ook binnen als international. Je hebt je wedstrijd gespeeld, je hebt je debuut gemaakt. Je weet dat je dat niveau aan kan, dus je weet ook dat je dat niveau aan kan. Dus ik was niet zenuwachtig om die wedstrijd tegen Gleb te spelen. Ik dacht alleen maar, give it to me. Laat maar zien wat je hebt. Precies, ik wil heel graag zien wat mijn plafond is. En mijn uitdaging is om jou uit de wedstrijd te spelen. En zo motiveerde ik mezelf, omdat ik op een gegeven moment, daar kreeg ik wel het idee van, had ik al bij RKC, ik wil alleen de allerbeste worden. Hmm, ja. Maar RKC ben je daar nog wel heel, heel ver van verwijderd. Ja, klopt. Maar als je dan binnen no time een stap maakt, Nederlands elftal en HSV, dan groei je, heb je een enorme stap gemaakt om bij dat doel wat je voor jezelf hebt gesteld, in de buurt te komen. En toen dacht ik van, oké, ik ben nu ga ik op een hoger platform acteren. Dat geloof wat je hebt, ik wil de allerbeste worden. Dat brandde in mij als een soort van vuur. Dat nam ik elke keer mee. Elke stap die ik deed, elke training, elke behandeling. Alles deed ik in het teken van beter willen worden en de allerbeste willen worden. Dat was mijn target. En terugkomend op je carrière. Kijk, weet je, Everton is misschien een smetje geweest op je carrière. Maar vergeet je niet, je hebt ook gewoon bij Ajax en bij Inter gespeeld. Ja, Nederlands elftal. Nederland. Je hebt de EK gespeeld als basisspeler. Ja. Oké, de halve finale volgens mij niet als basisspeler. Overmars. Waarom was dat? Ja, weet ik niet. Man. Overmars zat hij erop. Ik weet niet, misschien dat Overmars. Alle wedstrijden gespeeld. Ook nog een belangrijke assist. Ja, ik ben even kwijt, dat is lang geleden. Dat is toch mooi. Duitsland. Nederland-Duitsland. 1-1. Anders waren we al eruit geweest. En aan de halve finale. Daarna verloren we van Tsjechië. Want we verloren die wedstrijd daarna van Tsjechië. Met die Disso van Robben. En toen, daarna moesten wij winnen van. Weet ik veel. Letland. Ja, zoiets. En Duitsland moest verliezen van Tsjechië. Ja. En Duitsland verloor. En wij wonnen van Letland. En door die gelijkspel tegen Duitsland waren wij dus door. Want we stonden 1-0 achter tegen Duitsland. Ja, precies. Ja, ja, was wel gek. Dat was al mooi hoor. De hele stadion vol oranje. Maar ik heb ook zeg maar een WK meegemaakt als supporter zijnde. Ja. Kijk, als speler maak je dat niet mee hoe wij dat vieren, zeg maar, een EK of een WK. Ja. Als voetballer. Tunnelvisie, hè? We zijn alleen maar met die wedstrijd. Ja, je zit alleen maar in een hotel. En trainen, eten, lunch, slapen, avondeten, trainen en dan wedstrijd. Weet je, voor de rest zie je niet hoe het hier leeft in Nederland eigenlijk. Ja, precies. Echt heel mooi. Eén vraagje, hoe was Seedorf? Seedorf. Je weet, je hoort vaak, moeilijke gentleman. Man. Ja, daarom speelde hij ook niet veel. Ja. Daarom hebben ze hem ook niet vaak meer uitgenodigd. Maar jij hebt hem van dichtbij meegemaakt. Ja, ja. Praat met hem, man. Gentleman. Ja? Maar hij heeft gewoon een mening. Als hij denkt, dit is het. Dan is dat het. Dan is dat het. En als jij daar niet tegen kan. Ja. Dan denk jij al snel, hij is arrogant of wat dan ook. Ja. Maar we moeten niet vergeten, Seedorf is volgens mij de grootste voetballer van Nederland. Hè. Ja. Dat is gewoon zo. Want hij heeft met 3 clubs Champions League. Ik weet niet wel. Als basisspeler, hè? Snap je?
Ja, het is de allergrootste. En hij wordt zomaar... net of dat het een gewone speler was of zo. Ja, maar dat hoor je nu ook nog steeds. Hij krijgt het respect niet wat hij hoort te krijgen. Nee, zo zijn er natuurlijk nog heel veel spelers. Maar hij is, man, the GOAT. Ja, zeker, 100%. The GOAT. Hij ziet de rest van de... Tuurlijk, we hebben allemaal goede voetballers. Maar zijn carrière was hier en de rest was gewoon een stap eronder. En overal waar hij heeft gespeeld, iedereen heeft respect voor hem. Iedereen. Ja. Die man, jongen, ik zat altijd achter in die bus, toch? Ik zat altijd naar Zeedorf. Serieus? Ja, ik zat Zeedorf. Zeedorf, zat ik, zat Kluivert, zat Davids. Dat was mijn groepje. Ik was altijd 31, toch? Dag, je bent half Surinaams. Daarom heb ik die parbo voor je gebracht. Je bent half Surinaams, man. Maar ouwe, joh. En maar Clarence ook wel. Maar Clarence was wel... Ja, wel... een serieuze man. Ja. Dus ik kan wel ouwehoeren met hem, maar hij wist wel van oké, ik ga even ouwehoeren. Maar hij had al lang een visie van ik ga dit en dit bereiken, ik ga dat en dat doen later. Als ik, weet je, en ik was nog heel erg, ik was heel erg kinderachtig daarin. Ik was gewoon lekker, grootste bek in de bus en meneer zag toch. Dat Cocu daar van de Sar en die zaten ook de boertjes. Ja. Die zaten dan ook op de kaart en dan ging ik ouwehoeren altijd gekke dingen zeggen en zo. Dus, maar bro, je hebt met ze gespeeld. Ja, het was wel mooi. En Van Nistelrooy en zo. Hoe was Van Nistelrooy? Ja, die man. Hoor je ook vaak, ik kan alleen afmaken. Dat hoor je vaak. Nee, hè? Deze man, joh. deze man was zo goed, hè. Je had ook nog even beef met hem of zo, hoor ik, hè? Ja, ik had ruzie met hem. Yeah. Maar gewoon omdat hij zo graag wilde... Hij wil alle ballen hebben, hè? Ja, alle ballen. En hij wil hem goed aangespeeld hebben. Maar hij is spits, hij wil belangrijk zijn. Ik snap het ook wel, man. Maar ja, dat zegt al genoeg dat wij ruzie kregen een keer. Omdat hij zo graag wil winnen. En zo graag die bal wil hebben en wil scoren, weet je. Deze man heeft het doodgemaakt ook. Ja, geweldig. Hij had de goals gemaakt en snelheid had hij. Goede man ook. Okay. Ja, ik zie hem nu af en toe nog eens een keer op de hertgang. Kom ik daar ook. Mm-hmm. Is hij daar altijd. Komt hij even een praatje maken en rustig. En zo relaxed gozer, man. Dope, man. Ja, dope. Echt. Mooi, mooi. Clarence, man. Clarence, ook een benen, man. Ja, niet normaal, hè. En broodjes, hè. Die werkt bij de bakkerij, man. Serieus. Ja, echt. Niet normaal. Maar toen ging ik dus Eredivisie spelen. Ik zeg je eerlijk, bro, de eerste 5 wedstrijden. Ja. En ik denk, ik ga kapot maken hier. Ik zweer, ik echt. Bro, ik keek om me heen. Mijn allereerste wedstrijd was PSV. Stond ik tegen Salcido. Jullie speelden gelijk toen, Toch? Ik maakte de gelijkmaker toen. Maar in de catacombe, het was een droom voor mij. Dus ik was een kleine jongen, echt. Yeah. Ik ging filmen, was toen nog niet zo met Instagram. Maar ik ging gewoon filmen van zo. Het eerste Philipsstadion. Nee, het was anders dan Telstar uit en dat Fortuna soort dingen. Fortuna uit en die dingen. Juist. Ja. Volle bak, dus wij filmen, pap. Eindstand speelde een goede wedstrijd. En ik kende die boys ook van PSV. Yeah. Amrabat zat daar toen. Afalai. Dus ging met hen ook een beetje ouwehoeren tijdens de wedstrijd. Maar eerste helft werden we helemaal weggespeeld. En pas tweede helft, ik weet niet wat Honda had. Honda had het op zijn heupen. En door hem ging iedereen begon te draaien. Dus we speelden gelijk die wedstrijd. En na de wedstrijd zei ik tegen Ahmed Ayawi uit Amsterdam. Ken ik ook. Hele goede voetballer, onderschatte voetballer. Dus ik zeg, bro, als dit Eredivisie is, dan ga ik echt stuk maken elke week. Want ik stond op Salcido en ik keek in die line-up. Ik keek naar zijn rug door zijn shirt. Yeah. En ik was toen nog niet zo stabiel, toch? Ik moest die krachttraining jaren moest er nog komen. Ik deed wel wat. Maar nog niet heel veel. Ja. En die gasten waren allemaal dit, jongens. Ja, hij was echt geblokt. Hij was echt geblokt. Ja. Dus ik wist al voor die wedstrijd, met deze man moet niet in duel komen. Alles ruim passeren. Dus hij had een lastige avond. Ik zeg eerlijk, hij had echt een lastige avond. Of middag was het. Uiteindelijk 3-3 gespeeld. En toen de eerste 5 wedstrijden, jongen. Echt alleen maar gaan. Dus iedereen had het ook over me in het begin. Was een goede speler, dreigend. En niemand kende me nog, van de Jupiler League. Klopt, ja. Dus nu kon je op het grote podium kon je het laten zien. En uiteindelijk liep dat lekker. En uiteindelijk gingen zelfs ploegen rekening met me houden. Dus op een gegeven moment zag ik van, rugdekking gewoon. Je hoort het ook bij Studio Sport, et cetera. Van, die schaker daar aan de zijkant, die passeert iedereen, man. Weet je? Elke keer rugdekking, bro. Ja. Dus ik had even een mindere fase van, denk ik, 7-8 wedstrijden. Want ik bleef forceren. Ik had een speelstijl en ik keek niet achter de verdediging. Ik ging gewoon en dan kwam er weer eentje. Constant geblokt of weinig voorzetten gegeven. Ja. Dus daar ging ik ook mee aan de slag, weet je. Ik ging die gimmas terugkijken, analyseren en toen leerde ik pas geduld te hebben, weet je. Ik was gretig, ik wou elke keer gaan. Mm-hmm. Maar soms moet je gewoon rondspelen. Pas als die crossbal komt en die ploeg kan niet kantelen, neem je even mee de diepte in. Dat is geduld toch? Ja, maar je bent back geweest, toch? Ja. Dus je weet hoe dat gaat. Als jij goed staat, moet ik niet gaan. Haal hem gewoon eruit, betekent ze staan goed. Op het moment dat ze tik, tik, tik en cross overslaan. Ik haatte die bal als die bal over me heen ging. Ik haatte dat. Vooral als die rechtsbuiten snel was.
Dat, want je hebt geen seconde om na te denken. Hij is al weg dan, hè? En hij is dan al richting het doel. Rugdekking is er ook niet. Dus dan kan je hem neerhalen, rode kaart. Ja, ja, dat is het. Of meelopen en hij scoort en dan sta je voor lul. Dus je kan nooit winnen. Je kan niet winnen, dat is het. En dat werd later mijn speelstijl, zeg maar. Mm. En toen, einde van het seizoen, kwam Feyenoord dus... Kwamen er ook andere clubs? Ja, buitenlandse clubs. Ik kon echt goed geld pakken ook, hoor. Ik had echt heel veel aanbiedingen toen. Maar dan kies je toch eigenlijk weer voor de... safe way, om maar zo te zeggen. Ja, maar ik had een droom, bro. Ik had zoiets van, oké, dat smaakte naar meer. Toen ik bij VVV zat, je speelt ook af en toe wedstrijd bij VVV toen, Eredivisie. Af en toe raakte je gewoon 15 ballen per wedstrijd. Mm. Als je Ajax uitging, ja, tik, tik, tik. Je zit gewoon een grote ronde. Ja. Goed gespeeld, ben je goed aan het ontwikkelen. Dus je bent, ja, nationaal jezelf echt op de map aan het zetten. Yeah. En dan komt een club als Atletico... Ja, dat is toch de top 3 van Spanje, toen al. Mm-hmm. En dan kan je geen nee zeggen. Weet je, dan is het toch, voor mij ook was het een bevestiging van... hé, je bent goed bezig. Je hebt toch een goede ontwikkeling doorgemaakt. Want anders kan je die stap naar die top 3 niet maken. En hoe was het daar bij Atletico? Daar kom je te spelen met Simeone. Was het toen al zo'n, zo'n heet hoofd of niet? Ja, Simeone was Simeone toen al, weet je. Ja. En dat was niet anders. Ja, je komt dan in een grote club, grote stad. Dus waarbij natuurlijk alles weer anders is. Hè. Er zit veel meer druk op. En ja, dan zie je toch dat het best wel chaotisch is binnen de club zelf. Hè. Het is altijd hectisch. En je hebt een voorzitter die heel druk is, die van alles roept. En, het is nooit goed genoeg. Met van alles niet eens is en het laat blijken. En ja, dat waren die dingen die allemaal nieuw waren voor mij. Dan dacht ik van, oké, wauw. Wat gebeurt hier? Oh, moeten we op kantoor komen bij de voorzitter? Hè? Ja. En die beginnen allemaal dingen te roepen en de spelers gaan er tegenin. Ik denk, oh, wauw. Ik denk, wat is dit? Yeah. Dat maak je nooit mee. En alleen bij Atletico. En dan zie je van, hey, het is wel hectisch. En ja, dat zijn nieuwe dingen die je normaal nergens meemaakt. Nee, snap ik. Het is natuurlijk weer aanpassen. Je komt bij een grote club. Ja. Ja. Waar je eigenlijk, als je 2 slechte wedstrijden speelt, dan heb je eigenlijk al een probleem, hè? Dan zijn de supporters sowieso niet blij met je. En dat laten ze ook wel weten. Ja. En, weet je, en dan besef je toch heel snel van, ja, het gaat erom dat je... dat je gewoon alles geeft op het veld. En als het voetballen niet lukt, nou, dan moet je gewoon het gras opeten. En dat keihard is wel, werken. Ja, dat is wel iets wat ik bij Atletico heb geleerd. En voornamelijk van Simeone. Want ja, die ging wel altijd voorop in de strijd. Op de training ook helemaal... Nou, trainingen ook. En, dat was ik niet gewend. Vanuit mijn basis niet, bij Ajax niet. Bordeaux was het ook toch anders, voetbal. En Malaga, ja, daar zat weinig druk op. Hè? We spelen en als we verliezen, nou, volgende wedstrijd beter. En geen man overboord. Maar nu kom je bij een club. Ja, het is niet oké om 2 keer achter elkaar te verliezen. Die ene keer is al, weet je. En de volgende moet je gewoon winnen. En dan gaat het toch anders aan toe. En dan zie je het van, hé, ook al kunnen we niet winnen, maar we moeten wel alles geven. En helemaal back af van het veld afgaan. En dat was wel een aspect wat nieuw was voor mij. En wat ik kon toevoegen aan mijn bagage, zeg maar.